Hallo iedereen, GameBananen hier. Mijn naam is SkyDiamond en welkom bij Deadcore. Dit is een platformer game en het is leuk. Het is echt, het is moeilijk en leuk. Nu, ik heb de game al een beetje gespeeld nu, om eerlijk te zijn. Ik ben al bijna op het einde van de story mode. Maar ik ga nu niet mijn story mode resetten, want anders moet ik alles opnieuw doen en daar heb ik echt geen hoesting in. Dus we doen een kleine speedrun, dan kunnen de levels via daar spelen. Dus ja. In de game is de bedoeling eigenlijk voor platform te doen. Dus in begin heb je deze gun niet. Dat heb je in begin niet. Dus het enige wat je kunt doen dan is springen. Dus we gaan gewoon doen alsof dat we die gun niet hebben. Dus. Dus je bent eigenlijk in een futuristische wereld en je probeert uit te zoeken van waar dat je zit en waarom. En nog steeds, ik heb geen idee in dit spel waarom dat je hier zit. En deze hier zijn checkpoints. Dus die heb je nodig. Allee, die zullen vaak nodig hebben. Als je doodgaat, kom je daar terug. Je kunt double jumpen, wat je dus vaak nodig gaat hebben in deze game. Dus de enige ability die je in het begin hebt is springen. En dit is hoe dat de game eruit ziet. Ik vind dit leuk gedesigned. En deze dingen, dat zijn trampolines. Dus ja. Het ding dat ik in mijn hand heb noemt een switchgun. En daarmee kun je dus vallen en dingen uitschakelen van de core. Dus ja, er zijn verschillende vallen die je proberen eraan te krijgen. En deze game ziet er gewoon echt fantastisch uit. Ik val in herhaling. Maar dus, vanaf hier krijg je je switchgun. En eigenlijk hetgeen wat je ermee dus kunt doen is hier een deur mee openen. En dan ziet dat er zo uit. Dus. Dus ja, en dan. En dat ziet er dan super gevaarlijk uit daar beneden. En de bedoeling is dus ja, je moet naar boven geraken. En voor de rest weet ik niet wat de uitkomst van de game is. Er zijn 5 levels of zo. Dus ook met de switchgun. Dit is nu uit. Ik kan dat aanzetten. Dus nu ja, de eerste levels zijn redelijk gemakkelijk, maar de game zal er heel veel aan doen. Om je dood te krijgen. Echt enorm veel. De traps en zo worden moeilijker. Er zijn robotten die u moeilijker maken. Van alles. Maar die dingen zullen we later zien. In het begin zijn er niet echt dingen waar je zorgen om moet maken. Nu. Oeps, mis. Je hebt ook een beperkt aantal kogels. En als die op zijn, je krijgt ze niet terug. Dan moet je respawnen op, en door op R te drukken. Zie, dat zijn een van de vijanden. Dus hetgeen wat hij doet is, hij vuurt een bolk op je af. En als je er geraakt wordt, wordt het teruggeschoten. Nu, je kunt die uitschakelen met je switchgun. Maar later komen dan zoveel meer vijanden. En het is gewoon fantastisch. Het is. Je kunt ook inzoomen met je gun om dat beter te richten. Dat kan echt handig zijn. Nu, ik moet dat ding nu niet echt disablen, want de projectielen zijn redelijk makkelijk te ontwijken. Nu nog. En als ik zeg nu nog, bedoel ik nu nog. Want later... moeilijk. Later wordt het echt moeilijk. En later krijg je ook zo meer vaardigheden en zo. Daar wil je dus niet door. Nee, je gaat terug uitgeschakeld worden. Dus ja, het is een combinatie van parkouring en schieten. En ik vind het leuk. Dus ik zit zelf nu aan het laatste level.
En geloof mij, dat is vreselijk moeilijk. Maar ja, dus. Ik ga nu gewoon enkel de abilities gebruiken die ik nu kan gebruiken, eigenlijk technisch gezien in dit level. Gewoon om het een beetje te doen alsof ik in de story mode zit. Ah, wacht, dat was niet de bedoeling, die moest ik uitschakelen. Dat was dus niet, maar geen nood. Deze game heeft wel wat bugs. Je kunt wat klippen door de muren heen soms. Er zijn verschillende manieren om dat te bereiken. De game is toch al een beetje vreemd soms. Je kunt ook zo de physics en zo'n beetje van de game theme gebruiken. En zo heb ik sommige hindernissen overwonnen door... Per ongeluk, ik heb het per ongeluk vaak gedaan en vaak is dat niet voorgevallen, maar het gebeurde wel eens dat ik door een glitch voorbij een hindernis geraakt dat niet hoorde te gebeuren. Ah, verdorie. Ah, ik zit vast. Oké. Nee. Oké, dat raak ik niet. Dus ja, nu moest ik een checkpoint gebruiken, dus dan kom ik terug. Allee. Oké. Goed bezig. En deze zijn dan de eerste hindernissen. Deze zijn... Maar ik sta precies niet goed op die ding. Ik schuif er heel de tijd af. En deze zijn van de dingen die je dood kunnen krijgen. Dus alles wat rood is, dat kan je doden. En hetgeen wat je moet doen is... Op dat schieten en dan stopt hij met draaien. Voor een bepaalde tijd. Oké, voorzichtig landen. Dus de achievement al van pros don't use them heb ik niet, want ik heb een checkpoint gebruikt. Dus een achievement en dan mocht je geen enkele keer doodgaan, geen enkele keer op de reset knop drukken in een level. Dus dat heb ik helaas niet gehaald, omdat ik daar stom bezig was. Turrets. Dus ja, deze game is... Heel leuk. Ik vind het echt een plezante game. Ik dacht eigenlijk eerst deze game niet... ...te kopen, maar uiteindelijk... En dat was het level. Deze was dus... Level 1 dus. Ik ga deze game misschien af en toe wel eens terug bovenhalen. Nu niet direct, maar... Dan ga ik level 2 laten zien. Dus oké. Dus dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende video. Bye bye!